De volgende stap die we gaan maken is ons huidig document proberen om te vormen naar een document dat eigenlijk in een boekvorm gedrukt kan worden. Wat we daarvoor gaan doen is gaan werken met geavanceerde paginastijlen of paginaopmaakprofielen. Dus ik ga het huidige document nog eens laten zien, genk.odt. Daar zie je het document. Ik zal even de niet afdrukbare tekens uitzetten. Je ziet een titelblad met een hoofding, Genk 1-7, dus de eerste pagina van de 7. Je ziet ook een voettekst, Genk Wereldstad, en zijn locatie waar het documentje staat. De tweede pagina begint eigenlijk onze indexopgave. In de derde pagina staat eigenlijk de eerste inhoud die we willen zien. Genk, wat is Genk? Ik kan je het afdrukvoorbeeld ook laten zien. Zo ziet ons document er nu uit. Wat wil ik uiteindelijk bereiken? Dat is dit. Ik sluit het document even af. En ik open een klaargemaakt document, Genk Boek. Ik open dat. Ik laat dit even dicht. En ik laat je de boekenvorm even zien. Niet met zoveel pagina's, maar bijvoorbeeld zo. Dan zie je, ik wil een eerste pagina die in landscape staat of in de liggende mode staat. Een eerste lege pagina daarachter. Dat moet natuurlijk, want als je recto verso gaat afdrukken, mag hier niet de inhoud of de indexopgave staan. Dan zou die verkeerd omgedrukt worden op deze pagina. En dan krijg je de eerste echte pagina, wat een indexpagina zou zijn. En vanaf dan volgt de inhoud van het document. Wat zie je? Deze titelpagina geen voet- of koptekst. Ook de lege pagina natuurlijk niet. Je ziet ook geen kop- of voettekst hier op deze pagina. Dus ik kan een beetje gaan inzoomen. Dus ik zal dat wat groter maken. En dan een beetje daar beneden scrollen natuurlijk. Ook hier zie je geen kop- en voettekst. En je ziet dat wat is Genk eigenlijk begint op pagina 2. Dat moet ook zo volgens de BIN-normen. Deze pagina krijgt eigenlijk pagina nummer 1. En dat klopt. Dit zou pagina 1 zijn. En dan zie je pagina 2, pagina 3 enzovoort. Je ziet het misschien aan de hoofding. Als ik hem nog een beetje vergroot, wordt het nog wat duidelijker. Je ziet er in de koptekst, de pagina 2 van de 8, pagina 3 van de 8 en natuurlijk zo volgende. Wat zie je ook nog? Dat de linkerpagina een linkse koptekst heeft, de rechterpagina een rechtse koptekst. Dit natuurlijk om mooi uit te komen als je in een boekvorm wenst af te drukken. En zo roterend, iedere pagina, linkse pagina, linker koptekst, rechtse pagina, rechter koptekst. Dit gaan we proberen te verwezenlijken vanaf onze start, vanaf ons startdocument. Dus ik sluit dit document, hebben we niet nodig. Ik ga terug naar mijn origineel document, genk.odt. En hierin gaan we van slag, of van start. Wat wensen we? Deze pagina moet eigenlijk een titelpagina worden. Nu, je kan dat heel eenvoudig instellen. Ofwel ga je naar de stijlen, hier staan ze. Je weet dat je dit scherm ook nog altijd kan in een doc vastzetten. Zo, als je dat sleept en je krijgt kadertjes, dan krijg je het in een docvorm. Ook dit kan je verkleinen, zodat het niet te veel in de weg zit. Of je kan het document de doc natuurlijk loslaten, zodat je het kan plaatsen waar dat je wil. Paginaopmaakprofielen is hetgene waar we hiermee gaan werken. Als ik daarop druk, dan zie je dat er eigenlijk een aantal opmaakprofielen reeds klaarstaan. Standaard werk je natuurlijk, en daarom heet het ook standaard, met het standaard opmaakprofiel. Je ziet dat ook hier, als ik hier klik in een document, dan zie ik van onder staan standaard. Als ik naar beneden scroll, dan zie je dat mijn indexopgave ook van het type standaard is. En ik scroll nog eens naar beneden, ook deze pagina is van het type standaard. Nu, je zou kunnen gaan werken met deze opmaakprofielen, maar ik laat je ook zien, als ik naar deze pagina ga, dat je via opmaak een titelpagina kan instellen. Stel dat je die vergeten was, dan kan je dat eigenlijk eenvoudig via dit knopje, titelpagina, en dan zou je kunnen gaan zeggen, ik wil een nieuwe titelpagina invoeren. Hoeveel pagina's zouden dat moeten zijn? Waar zou die moeten staan? Je kan het allemaal gaan aanpassen. In mijn geval ga ik een bestaande pagina converteren naar een titelpagina. Ik laat alles voor de rest staan, dat staat prima. En je ziet eigenlijk dat de pagina-eigenschappen aan eerste pagina gelinkt zullen worden. Dus je krijgt het opmaak, of je krijgt de opmaak van deze stijl. Ik druk op OK. En je gaat zien, hier is geen kop- en voettekst meer. Ik scroll een beetje naar beneden en je ziet dat dit document op de verkeerde plaats staat. Dus ik zet het even op de tweede pagina. Dan zie je duidelijk, deze pagina, als ik hierin klik, dan zie je, die is nog altijd van het type standaard. En mijn bovenste pagina, die is van het type eerste pagina geworden. Dus heeft een ander opmaakprofiel gekregen. Oké, dit was een manier om een titelpagina in te stellen. Wat zouden we nog kunnen doen? We zouden het op een andere manier kunnen doen. Ik ga bijvoorbeeld in deze pagina staan. En ik zeg, deze moet niet van het type standaard zijn, maar die moet van het type index zijn. Ofwel kan je hier op dubbelklikken.
Ofwel gebruik je de gietermodus. Ik zal nog eens de gietermodus gebruiken. Als ik nu hier ga klikken. Ik moet dat natuurlijk goed aanduiden. In gietermodus. Ah, hij doet het hier niet. Dan wordt het dubbelklikken. Dan gaan we het anders oplossen. Ik heb gedubbelklikt op index. En je ziet in één keer, deze is van type index geworden. Scroll ik naar beneden echter. Dan zie je, ook hier zijn de kopteksten weg. Want ook deze pagina is van het type index geworden. Ga ik naar boven scrollen. Dan zie je iets vervelends. Als ik hierop klik, dan zie ik ook dat die eerste pagina in het type index geworden is. Dus er is iets fout gegaan. Wat hadden we moeten doen? We hadden tussen deze twee pagina's moeten duidelijk maken. Hier moet je stoppen met één opmaakprofiel en verder gaan met het volgende. Hoe doen we dat? We gaan pagina-eindes invoeren. Dus ik zet even de niet afdrukbare tekens op, zodanig dat je duidelijk ziet dat ik hier met endertjes gewerkt heb. Wat ga ik doen? Ik ga deze pagina even erbij halen. Dus ik druk op de delete-toets om die enters wat weg te krijgen. Ik ga hiervoor staan, voor mijn indexopgave begint, en ik ga zijn einde invoeren. In Word ken je dat misschien als sectie of pagina-eindes. In Writer doe je dat zo, via invoegen, handmatig einde. En het gaat hier natuurlijk over de pagina-eindes en niet over regel- of kolom-eindes. Je gaat een pagina-einde invoegen en je zegt welk opmaakprofiel het volgende opmaakprofiel zou moeten zijn. Ik weet ondertussen dat dat van het type index moet zijn. En dan kan je hier eenvoudig zeggen welk paginanummer moet er dan vanaf de volgende pagina beginnen. En je weet uit de BIN-normen, of de NBN-normen heten ze tegenwoordig, dat je een indexopgave begint te nummeren vanaf pagina 1. Ik druk op OK en wat gaan we zien? Deze is inderdaad van het type index. Ik scroll een beetje naar boven en ik zie dat deze ook nog steeds van het type index was. Uiteraard moet ik dat even gaan aanpassen. Ik dubbelklik op eerste pagina en je ziet, dit krijgt nu het opmaakprofiel eerste pagina. Ik scroll naar beneden en ik druk hier en je gaat zien, deze is van het type index. Hoe zie je dat vanaf de huidige versie van LibreOffice? Je ziet ook een blauwe lijn verschijnen tussen de pagina's in. Je kan daar ook op klikken. Dan komt dit drop-down menu en je kan hier pagina-eindes gaan bewerken of eventueel gaan verwijderen. In vorige versies werkte dat niet, dus daarom heb ik tussendoor nog even geüpdate. Ik ga even laten zien, ik zit nu op versie 3.6.4. Vanaf die versies werkt dat heel zeker, die blauwe lijn. Dus een eerste pagina heb ik al klaar. Een tweede pagina is mijn indexopgave. En ook hier krijg ik nu dat vervelende probleem, dat op pagina 4 enzovoort alles nog altijd in het profiel van index is. Dus wat ga ik veranderen? Ik ga ook hier de vorige pagina bijhalen. Dus ik geef eerst wat enters om dan gemakkelijk op delete te kunnen drukken. Ik druk op delete en je gaat zien, de vorige pagina is nu bij deze pagina gehaald. Wat ga ik invoegen? Opnieuw een handmatig einde. Ik kies het pagina einde en ik geef nu als opmaakprofiel, omdat ik in een boekvorm wil werken, voor linkerpagina. Dus mijn volgende pagina, wat is Genk, moet een linkse pagina zijn. Ik druk op OK en je gaat zien, dit document is een linkerpagina. Het vorige blad is nog altijd de index en het eerste blad is nog altijd de eerste pagina. Ik zie dat hier beneden iedere keer. Je ziet dat hier ook aan de linkerkant verspringen. Dus ik scroll eens naar beneden, want wat heeft LibreOffice automatisch gedaan? Dit was een linkse pagina. Als ik naar beneden scroll naar mijn tweede pagina en ik klik hier, dan ga je zien, dit is automatisch een rechterpagina geworden. Ik scroll opnieuw naar beneden en ik klik hier. En ik krijg te zien dat dit een linkerpagina is. Hoe komt dat? Kan je dat onmiddellijk laten zien? Stel dat ik hier op een linkse pagina zit. Dan kan ik het opmaakprofiel eens bekijken. En ik zeg wijzigen. En dan ga je bij beheren zien staan dat dit een linkse pagina is. Maar dat mijn volgend profiel uiteraard opnieuw een rechterpagina wordt. Natuurlijk geldt dat ook andersom. Dus als ik op een rechterpagina zit, dan zie je dat mijn volgende opmaakprofiel weer een linkerpagina is. En nu is het echter gewoon een kwestie van de dingen aan te passen. Dus als ik de eerste pagina nu eens een ander opmaakprofiel wil geven, dan kan ik dat eenvoudig via wijzigen. En ik zeg nu, stel dat ik dit op een groen document zou afdrukken, dat kan ik je nu natuurlijk niet laten zien. Je kiest dan natuurlijk een groen papier. Maar in dit geval ga ik eens een groene achtergrond kiezen. Groen, ik druk op toepassen, oké, en je gaat zien dat alleen de eerste pagina, want ik heb het op eerste pagina gedaan, alleen de eerste pagina gaat opgemaakt worden met dat groene achtergrond. Het is natuurlijk nog niet zo mooi, dus ik ga het een en het ander nog wijzigen, dus dat groen ga ik laten staan.
maar kan bij pagina eens eventjes overlopen. Het blijft een A4-formaat, maar ik ga het liggend plaatsen. Je ziet dat hij de printmarges nog respecteert, dus dat zien we hier. Stel dat je zelf een groen blad in je printer steekt, heb je natuurlijk deze aanpassing niet nodig, maar ik wil jullie duidelijk laten zien dat dit een groen document zou kunnen zijn. Als ik nu al druk toepassen, dan ga je zien, hij gaat mij melden opgelet. Wat dat jij wil drukken valt buiten het afdrukbereik van je printer. Wil je toch toepassen? Ja. En dan ga je zien, ik zal ons op OK drukken, dat de pagina nu volledig gevuld is. Nu kan ik daar nog wat dingetjes gaan aanpassen, maar ik ga het heel kort houden. Stel dat ik dit document in het midden wil gaan centreren. Oei, dan ga ik dat zo doen. Ik ga dat verankeren aan mijn pagina. En ik zeg, je moet in het midden gaan staan. Dat is dan het midden. En ik ga Genk aan de rechterkant plaatsen. Dat doe ik zo. Ik zal de niet afdrukbare tekens afzetten, want die storen een beetje. Ik zie dat dat nog niet groot genoeg is. Dus ik ga de lettergrootte of de tekengrootte op 66 zetten. Voilà, dat komt mooi uit. Ik zal hier ook nog een effectje rondgeven. Afbeelding. Ik stel vier randen in. Ik stel een schaduweffect in. En dat schaduweffect mag lichtgrijs zijn. Ik druk op OK. En je gaat zien dat dat zo'n beetje uitkomt. Schaduw was misschien mooier geweest als het iets donkerder grijs was. Oké, voilà. Dat komt veel mooier uit. Een eerste pagina die klaar is. En mijn indexpagina die ook klaar is. Wat wil ik jullie nog laten zien? Hier op die linkerpagina gaan we een nieuwe koptekst maken. Maar enkel aan de linkerkant dus. Dus wat ga ik doen? De linkerpagina aanpassen. Ik druk wijzigen en ik ga naar koptekst. Ik wil een koptekst activeren. Je gaat hier van boven zien dat er ruimte voorzien wordt om de koptekst te maken. Stel dat je die net hetzelfde wil maken als zoals ik die er juist gemaakt heb, dan heb ik mijn rechtermarge op ongeveer 14 cm gezet. En je ziet dat die dan van de rechtermarge 14 cm afblijft. Je kan ook hier nog wat dingetjes gaan aanpassen. Bijvoorbeeld die omkadering die ik zojuist ook had. Je zou er een schaduweffect aan kunnen geven. Ik zal het zo even laten staan, dan zie je het heel duidelijk. Je kan dat ook een lichte grijze achtergrond geven. Maar voorlopig is dit voldoende. Ik druk op OK. Ik zeg toepassen. OK. En je ziet dat er een kadertje voorzien wordt. En hier kan ik, net zoals we reeds gezien hebben, pagina. En dan ga ik natuurlijk een veld invoegen met de paginanummer. Van hoeveel pagina's zijn het juist? Invoegen, velden, het aantal pagina's. En je ziet pagina 2 van 8. Ik scroll naar beneden. Wat ga ik merken? Op mijn rechterpagina's is er nog geen koptekst. Ik scroll opnieuw naar beneden. En ik zie op mijn volgende pagina dat er een linker koptekst aanwezig is. Dus het enige wat ik nog moet afwerken is hier een rechter koptekst op gaan plaatsen. Dus mijn rechterpagina ga ik wijzigen. Ik doe daar net hetzelfde. Ik activeer hem. Ik ga nu van de linkermarge 14 cm aflaten. Ik zal ook hier de volgende schaduweffecten geven. Ik meen dat ik die op 0,05 cm gelaten had en een grijze tint. Oké, toepassen en oké. En ook hier ga ik maken pagina invoegen velden. Het paginanummer van hoeveel bladzijden zijn het juist. Het aantal pagina's. Voilà. En LibreOffice houdt daar rekening mee. Wat dat je nu nog gaat zien, is de volgende fout. Het is niet echt een fout, want we hebben nog iets niet bijgewerkt. Je gaat zien hier, wat is Genk, begint op pagina 2. Dat klopt ook, want onze indexopgave begint op pagina 1. Start met pagina 1. Dat zie je hier ook. Het is eigenlijk pagina 1, terwijl het het derde blad zou zijn van de 8 die ik ga afdrukken. Wat zie je nog dat fout is? Hier de indexopgave of de inhoudsopgave heeft zichzelf nog niet ververst. Dat doet hij ook niet automatisch. Dus hij denkt nog steeds dat we beginnen op pagina 3. Maar we weten ondertussen, scroll naar beneden, dat hij op pagina 2 begint. Het enige wat dat ik nog moet doen, omdat ik deze volledig automatisch heb aangemaakt, is rechtermuisknop drukken en zeggen inhoudsopgave bijwerken. Ik druk daarop en je ziet dat die paginanummers van achter aangepast zijn. Dus als ik nu het afdrukvoorbeeld zou controleren, en ik zou in een boekenvorm gaan bekijken en ik scroll een beetje naar boven, dan zie je dat ons document helemaal aangepast is zoals dat we het zouden wensen. Veel succes!